Goedenavond, dit is U-nieuws. De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de Kotense moordzaak. Schutter en schoonzoon Mark H. krijgt 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En dat was ook de eis van het OM. De weduwe van de vermoorde Mike Goethart, zijn dochter en diens vriend zijn alle drie even schuldig aan de moord op Goethart, zegt de rechter. De verdenking die het belangrijkste is, waar we het natuurlijk vandaag over hebben, is dat de drie verdachten van worden verdacht dat ze samen Mike Goethart opzettelijk en met voorbedachte raden van het leven hebben beroofd. Goethart werd vorig jaar doodgeschoten bij zijn woonwagen in Koten. Zijn schoonzoon Mark H. heeft de moord bekend, maar houdt nog altijd vol dat het uit noodweer was. De rechter gelooft dat niet en oordeelt dat Mark H. tot de moord is aangezet door zijn vriendin en zijn schoonmoeder. Rix Ozinga, jij was vandaag de hele dag bij de zaak. De rechter zegt dus dat zij hebben samengewerkt. Hoe is het zo gekomen, dit verhaal? Nou, dat was vooral een motief. Mark Goethart was een soort huistiran. Dat beeld kwam naar voren tijdens deze rechtszaak. Iemand die zijn vrouw mishandelde, kinderen mishandelde en zijn dochter zelfs seksueel misbruikte. En Mark H. zei bij zijn aanhouding ook, toen hij meteen bekende dat hij Mike had doodgeschoten, dat hij dat had gedaan omdat hij zijn vriendin had verkracht. Nou, daar komt bij dat Mark en zijn vriendin al een tijd op zoek waren naar een wapen. Mark zegt dat hij dat alleen maar als zelfverdediging bij zich had om met Mike te kunnen praten over wat hem allemaal dwars zat. Ja, Mike had hem inmiddels al met de dood bedreigd. En Mike is van achteren neergeschoten. En dat gebeurt niet als je met iemand in gesprek gaat. Ja, en is het echt een samenwerking geweest, hè, tussen die weduwe, haar dochter en diens vriend dus. Ja. Hoe weet de rechter zeker dat het echt een samenwerking was? Nou, heel belangrijk is een geluidsopname van gesprekken die weduwe Trui, dochter Grietje, met een bekende hadden. Daarin spraken ze over, na de moord, over wat er allemaal was gebeurd. Hoe dat wapen was geregeld. Ze hadden het over dat het eigenlijk was misgegaan bij de ontdekking van het lichaam van Mike. Want het had nog even gewacht moeten worden met het bellen van de politie. Maar iemand op het woonwagenkamp was al wakker geworden van de schoten. Dus dat was te vroeg naar de politie gebeld. Nou, dat is ontzettend belastend. En daar haalt eigenlijk de rechtbank het voornaamste bewijs uit tegen hun. Deze drie mensen hebben samen een plan gemaakt en hadden daar alle drie een rol in. De mannelijke verdachte was de schutter. Zijn vriendin heeft het wapen geregeld. En haar moeder, zijn schoonmoeder, had ook een rol. Zij heeft meegedacht over de vluchtroute. En heeft op de ochtend gedaan alsof er niks aan de hand was. Ook naar haar echtgenoot toe. En ja, dat maakt dat er sprake is van een moord. En die moord die hebben zij met z'n drieën gepleegd. En de veroordeelden waren vandaag ook in de rechtbank, waar jij ook was. Hoe reageren zij dan op zo'n uitspraak? Ja, weduwe Trui was er en Mark H., de schutter, was er ook. Trui mocht het proces in vrijheid afwachten, omdat ze nog een zoontje thuis heeft en daarvoor mocht zorgen. Maar de rechtbank vond dat ze meteen met de parketpolitie mee moest en meteen achter slot en grendel zou gaan. Nou, was de zitting al voorbij toen ze daar behoorlijk overstuur op reageerde. Ik heb er niks mee te maken, zei ze. Die bandopnames, dat hebben jullie allemaal helemaal verkeerd begrepen. Zij blijft dat dus volhouden. Ze blijft dat volhouden. Ik denk dan ook dat ze waarschijnlijk wel in hoger beroep zal gaan. 12 jaar cel heeft ze tegen ze, ja, daar is ze toe veroordeeld. En Mark H. was heel opvallend. Het leek alsof hij heel ontspannen was. Hij bedankte de rechters zelfs, gaf zijn advocaat een schouderklopje. En liep ontspannen met de pakketwachters. Zou hij het erbij laten dan, denk je? Of zou hij ook nog een Ik denk haast dat hij het erbij laat. Want wat je wel tijdens die rechtszaak hoorde, is dat hij eigenlijk zelf ook wel vindt dat hij behandeld moet worden voor de vele stoornissen die hij heeft. Een jongen die vanaf zijn 11e in instellingen zit, heel veel ellende heeft doorgemaakt. Dus het klonk een beetje of hij daar wel aan toe is. En de rechter wil haar best doen om hem gelijk die tbs-behandeling te laten ondergaan. Normaal is dat na je gevangenisstraf. Maar zij gaat ervoor zorgen dat de minister daarna gaat kijken en toestemming geeft om gelijk met die behandeling te geven. Want dat is het beste voor hem. Maar er is nog een mogelijkheid hoger beroep. We wachten het af, Rix. Dank je wel. Ja.